Is hier iemand? Zullen we naar hem toe gaan? Nee. Het is nu verboden om hier te zijn. Tuurlijk niet, maar de meester mag het niet weten. Maar waarom dan niet? Omdat hij anders denkt dat we het verhaal verzonnen hebben. Hij gelooft er toch al niet meer in. Nee, maar als hij me... Sst. Niemand. Ik zal het me wel verbeeld hebben. Eigenaardig. Steeds als ik op de zeversprong ben, dan denk ik geluiden te horen of dingen te zien. Zou dat door deze plek komen? Ach, onzin. Het is allemaal fantasie, dat hele verhaal. Hoewel, wat is er dan echt gebeurd? Die herberg staat er, dat is duidelijk. Maar heb ik de Brozen daar echt ontmoet? Of is dat alleen maar... De Rode Man. Zo heette deze herberg vroeger. Jan Toereloer, zo heette de waard. Maar nu is die weg. En dit is een spookcafé. De Brozen, wie is dat? Is hij hier geweest? Spookt het hier echt, meester? Ik ben Roberto. Nee, ik heb geen broers. Ga je nou mee? Ik heb je te eten gevraagd. Roberto? Nooit van gehoord. Nee, echt niet, meester. Wie is die Roberto nou weer? Ons doel is Geert-Jan redden uit de klauwen van graaf Friesenstein. En hij moet de schat vinden natuurlijk. Beste jongen, complotten zijn altijd geheim. Deze woorden zijn het teken. Alle kinderen zijn je vrienden. Weet de vijand te weerstaan. Geert-Jan Friesenstein. De jongen in het trappenhuis. Zijn boze oom. Graaf Friesenstein. Zijn naam stond op de brief die u vorige week kreeg. Daar heeft u toch niet aan getwijfeld, meneer Van der Steg? Anders was u toch nooit hier gekomen om naar graaf Friesenstein te vragen? Niet bestaande personen schrijven toch geen brieven, meneer Van der Steg? De tweede spion woont in het trappenhuis. Nu bent u een van de 7 samenzweerders. U hoort bij het complot. Het complot van de 7-sprong. Iwan is donker en zwijgzaam. En hij kan fantastisch sluipen. De graaf zoekt een huisonderwijzer voor zijn jonge neef. Oh, ik hoop zo dat u Geert-Jans onderwijzer zal worden. Meester, is het nou wel of niet echt? Ik bedoel, is het waar of niet? Het is toch waar? Alles wat u hebt verteld, van die brief en graaf Friesenstein, en van Roberto en zijn tent? Ach, die onzin! Vraag de kinderen uit je klas maar of ze meedoen met die spelletjes. Daar heb ik geen tijd voor. Als je doorloopt, gaat hij precies de goede kant op. Sst, stil joh. Hij mag niet weten dat we hier zijn. Dat zei Maarten toch net? Kijk, hij gaat het pad in. Dat gaat naar de tent van Roberto. Als die bestaat tenminste. Ach, klets geen onzin, Suffert. Natuurlijk bestaat hij. De meester is er toch zelf geweest? Misschien heeft hij het allemaal wel zelf verzonnen. Als je niet doorloopt, komt hij bij de zoon met de kattenkop. Die is wel echt. Dan hoop ik maar dat hij doorloopt. Dan weet hij tenminste zeker dat het verhaal niet zomaar verzonnen is.
En als hij niet verder gaat? Bedoel je? Nou, als hij langs de zeil met de katten komt. Gelukkig, hij heeft ons niet gezien. Kom nou, straks zijn we hem kwijt. Nee, we moeten niet verder gaan. Waarom niet? Nou, mejuffrouw Rosmarijn zei dat we het hem zelf moeten laten ontdekken. Zeur niet aan de meesters hoofd, zei ze. Wil je dan niet weten wat hij gaat doen? Natuurlijk wel, maar als hij ons nou ziet... Dus niet doen? We gaan hem niet achterna? Nou, ik zie hem toch al niet meer. Maar als we nou vlug zijn en nee, we volgen het... Nee, doen! Als hij ons nu ziet, wil hij helemaal niet meer meedoen. Nou, het begint toch te regenen. Kom, ga maar terug. Wat een weer. Deze jas is niet eens waterdicht. Nou ja, ik ben nu toch al over de helft. Ik ga door. Ik wil nu met mijn eigen ogen zien dat ik het niet verzonnen heb. Zo, hier is het dus. Geen tent, maar wel een kanon. Maar hier kan je onmogelijk mee schieten. En het schot dan? Ik heb toch duidelijk een schot gehoord toen. Alsjeblieft, de tent van Roberto. En zijn spulletjes? Roberto is werkelijkheid, dat is nu wel zeker. Eens kijken, wat is dit? Vuurwerk? Waar heeft hij dat nou voor nodig? Ah, daarmee is het raadsel van het kanon ook opgelost. Ik denk dat die bui niet ophoudt vanmiddag. Om hier nou de hele tijd te blijven zitten... Dat vindt Roberto vast wel goed. Nou, eens kijken waar ik heen ga. Had ik die kaart van tante Willemijn maar meegenomen. De kruidenhof van met juffrouw Rosmarijn moet hier vlakbij zijn. Als ik nou eens die kant op ga. Daar is het dan toch. De zuil met de katkop. Het wapen van graaf Griesenstein. Het lijkt wel een deel van een hek. Als dit het landgoed van graaf Griesenstein is, moet daar het trappenhuis zijn. De wakers. Daar is iemand, een indringer. Kom op! Lopen, man, lopen! Ja, ja, ik kom aan. Doe mijn best. Nou, maar dik, dik. Ik ga nooit verder weg zijn. Loop nou door. Ik moet terug naar het hek. Waar kom ik hier nou weg? Daar, ik hoor wat. Daar! Hé! Hé daar! Daar blijven! Dat is gelukt. Ze kunnen nooit bewijzen dat ik daar geweest ben. Blijf staan, Varda! Ah! Frans. Roberto. Hoe gaat het met je? Nou, ik ben nog heel geloof... Stom idioot. We zijn nog spijt van krijgen, toereloer. Toereloer? En als je het niet met opzet deed, dan ben je de grootste stomme, domme idioot die er is. En als je het expres deed,
Dan ben je een valse verrader, een glaarder. Ja, ja, nou weten we het wel. Ik heb het gedaan om jou te helpen, weet je dat? Ja, jongen. Ik zie iemand door het bos holen met jouw jas aan en jouw hoed op. Dan is het toch logisch dat ik denk dat hij die gestolen heeft. Ik wou ze alleen terugpakken. Alleen terugpakken? Je sloeg me neer. Zonder waarschuwing. Ik heb jou helemaal niet in elkaar geslagen. Ik gaf je een duwtje en toen viel je op de grond. Dan kon ik ook niet helpen. Ik wist trouwens niet eens dat jij het was. Voor ik die rode haren van je zag dan. Ik heb hem helemaal niet hard geslagen. Nou, dan moesten ze nog eens bijkomen. Ze moesten jou in elkaar slaan. Wacht. Als er iemand is die dat mag doen, dan ben ik het. Au. Maar ik denk dat ik daar nog even mee moet wachten. Jongens. Een schrammetje. Een buitje. Gaat een mens daar dood aan? Die zul je nog terugkrijgen. Maar mijn been is onbruikbaar. Luister nou. Het valt toch wel mee. Het is niet gebroken. Alleen maar gekneusd. Alleen maar. Hij kan niet eens lopen. We moeten naar tante Osmarijs, want het dichtstbij. En jij zal hem dragen. Oh nee. Geen denk aan. Zo wil ik niet bij haar aankomen. Het gaat zo wel weer beter. Ah! Kom op. Sla je armen om hem heen. En voorwaarts! Ja, rustig maar, rustig maar. Hij is anders zwaar genoeg. Nou en? Voor jou zou hij 10 keer, wat zeg ik, zo 100 keer zo zwaar moeten zijn. Tante Rosmarijn. Oh, daar komt Bertus. Wat hebben jullie nou uitgevoerd? Oude. Frans is gewond, tante Rosmarijn. Hij heeft gevochten in het bos. Nou, gevochten. Jullie zijn toch net een stel kleine kinderen. Je kunt niet eens op jezelf passen. Nou, kom gauw naar binnen. Ik zal zien wat ik kan doen. Ja, we dachten dat we maar het beste hierheen konden gaan. Dit is het dichtste bij en bovendien heeft hij natuurlijk allerlei kruiden en smeerseltjes. Ja. Zo, kom in. Pas op je hoofd, hè? Zet hem maar even binnen op de stoel. Begrijpt u dat nou, tante? De ene samensweerde slaat de andere knock-out. Nou, knock-out, out! Leg jij het een eens even, Frans? Oh, gelukkig, die is niet gebroken. Hoe krijgen jullie het voor elkaar? Hij kwam gewoon ongelukkig terecht. Ik deed het niet expres. Niet expres? Je moet die grote knuisten van je gewoon thuis houden. Nou, Rob, hou je grote mond. Ga daarboven even een deken halen. Wacht even, Frans. Even je voet stil. Die zwachtel moet goed vast. Zo. Nee, Jan. Jij gaat niet weg voordat ik met je gepraat heb. Je kunt wel eens water opzetten voor de thee. Zo. Hou eens even vast. Ja? Je hoort pijn? Nee, het gaat wel. Het spijt me dat ik u al die last bezorg. Nou, als je nou maar rustig blijft zitten, dan bezorg je me helemaal geen last. Zo, en je kunt niets anders dan rustig blijven zitten. Ik had je toch gevraagd om niet weg te gaan, Jan. Dan moet je eens even goed naar me luisteren. Oh jee, nou krijgt hij op zijn kop. Ik wou hem heus niet op zijn kop timmeren. Maar ik was er toch altijd al tegen om een vreemde in een kop op te halen. Dat is een slappe stadsjongen. Dat is een boekenburm zonder durf. We hebben hem nodig, Jan. Hij is de enige die voor ons naar het trappenhuis kan gaan. Hij naar het trappenhuis? Dat wordt toch niks. Dat is toch als dan iemand. Ja. Hey, jammer. Ik zou best meer willen horen. Ik begrijp niet dat ze die onbetrouwbare kerel in het complot hebben toegelaten. Ja, maar we kunnen er niet bij besluiten. Het complot van de Zevensprong. Het geheim van de Zevensprong. Jan Toerloer. Ze horen bij elkaar. Een geheim. Alweer een geheim. Maar ik ben wel bang dat hij iets tegen jou heeft. Ik zou hem maar in de gaten houden. Waarom hoort Jan Toerloer bij de Zevensprong? En wat is zijn geheim? Ik zou de naam Toerloer maar niet meer noemen voortaan. Niet hardop. Die naam heeft hij verstopt en verborgen. Ik dacht al dat die naam niet echt kon zijn. Toereloer. Nee, ze bedoel ik niet. Jan Toereloer was de waard van de Rode Man. Die herberg bij de Zevensprong. Maar nu is hij de koetsier van de Gubel en op die manier... Zo. Roberto, wil jij even naar Willemijn gaan? Om te zeggen dat Frans vannacht hier blijft logeren? Ja, maar juffrouw Rosmarijn, ik kan toch straks best proberen... Nee, dat kan jij niet. Je mag die voet absoluut niet gebruiken, anders hou je er blijvend last van. Zo, morgen zien we wel verder. Maar dat is toch... En mijn fiets? Die staat zeker nog bij de Zevensprong? Dat dacht ik wel. Ik heb Jan Toereloer gevraagd of hij hem naar huis wilde brengen. Trouwens, fietsen kun je de eerste dagen toch niet.
Dat ken ik. Zo, Frans. Drink dit nu heel langzaam op. Alsjeblieft. En ga jij even naar Willemijn? Ja, ik ben alweer. Tot morgen, Frans. Ben je vast een stuk bijten. We hebben de hele avond op hem gewacht, maar is niet thuisgekomen. Zijn fiets is ze wel, die heeft Jan Toereloe met de koets gebracht. Hé, hey Maarten, heb je over de meester gehoord? Nee, dat vertel ik net, helemaal niks. Zou je jou met die kattenkop afgevonden hebben? Weet ik het, hij is helemaal niet thuisgekomen. Wat bedoel je, vannacht? Ja, we hebben hartstikke laat op hem gewacht. Hé, hey, kijk nou eens. Hallo. Dag mevrouw Bakker, heeft u de meester naar school gebracht? Dag jongens, nee, kom eens even mee. Lastig hoor, dat jullie school geen telefoon heeft. Ik moest helemaal hier naartoe komen lopen om te vertellen dat jullie meester ziek is. Oh, je krijgt geen vrij hoor. Nee, het hoofd heeft al iets voor jullie bedacht. Wat is dat nou? Stil nou een beetje. Waarom denk je dat ik zelf helemaal hier naartoe ben gekomen? Omdat jullie weten van het complot. Dus geen geschreven. Maar meester Frans! Maar gisteren was nog ik weet helemaal... het ook niet precies. In ieder geval, wat ik begrepen heb, heeft hij gistermiddag allerlei idiote dingen gedaan. Hij heeft een buil op zijn hoofd en een verzwikte enkel. Oh, het is niet ziek. Ja, wel ziek. Ik kan toch niet aan iedereen vertellen dat jullie meester gevochten heeft, omdat hij zich zo nodig op verboden terrein moest begeven. Ik vertel het alleen aan jullie. Hij logeert op het ogenblik bij mijn zuster Rosmarijn, omdat hij niet kan lopen. Maar daar gaan we vanmiddag even heen. Oh nee, jullie gaan niks. En zeker niet aan mijn zuster Rosmarijn. Waarom niet? Omdat ik vind dat jullie meester wel een middagje rust nodig heeft, hè? En ten tweede vind ik dat jullie het niet ingewikkelder hoeven te maken dan het al is. Hè? Vooruit, niet naar Rosmarijn vanmiddag. Maarten en Marjan, jullie mogen wel vanmiddag even bij mij langskomen. Misschien is Frans dan al terug. Hè? Ga maar gewoon naar binnen. Zo. Hé, hey. Hoef jij niet te werken vandaag? Ik ook niet. Ik spijbel. Als de kinderen me zo zouden zien. Ik moet wel wat gaan doen. Ik zou bijvoorbeeld... Ik zou bijvoorbeeld eens wat kunnen studeren. Helaas heb ik uw boeken nog steeds bij me thuis liggen. Goedemiddag, meneer Van der Steg. Voelt u zich al wat beter? Ja hoor, niet hontidon. Dank u wel. Ik kom een praatje maken. Afleiding is de beste medicijn. Zin in een spelletje kaart? Dat is een ruiter 10. Ik ben bang dat ik van u altijd zal verliezen. Nou, kijk niet zo bezorgd. Ik zal geen kaartje meer uitleggen. Ik zie ook wel dat u geen zin hebt in spelletjes. Hey, dag Jan. Dag Rosmarijn. Hier, je jasje Frans. Trek het maar meteen aan, want het wordt wat kil. Dank u wel, mevrouw Rosmarijn. Heel verstandig. Het mooie namiddagweer kan verraderlijk zijn. Oh. Dit viel uit een van je zak, alsjeblieft. Oh, dank u wel. Hij is toch niet geladen, hoop ik? Ah. Nee, hoor. Het is een speelgoedpistooltje. Dat heb ik afgepakt van een van mijn leerlingen. Ik dacht dat deze weg voor bromfietsen verboden was. Niet verboden, enkel nog niet ontdekt. Dat zal Roberto zijn, denk ik. Ja. Hallo. Hallo. Dag, Roberto. Is er nog nieuws vandaag? Hoe gaat het ermee, Frans de Rode? Best, hoor. Juffrouw Rosmarijn! Meester! Juffrouw Rosmarijn! Meester! Juffrouw Rosmarijn! Meester! Dag, Juffrouw Rosmarijn. Meester, er is een brief voor u gekomen. Die werd vanmiddag bij tante Willemijn gebracht. Ik dacht dat het waarschijnlijk wel belangrijk zou zijn. Is die van graaf Griesenstein? Ja. Meneer Van der Steg, leden van het complot van 7 hebben toch geen geheimen voor elkaar? Nee. Nou, hij schrijft, geachte heer Van der Steg. In antwoord op uw schrijven deel ik u mede dat ik u nog steeds graag wil ontvangen. Ik zal u daartoe aanstaande donderdag door mijn koetsier laten afhalen. Om 8 uur kunt u mijn rijtuig voor uw huis verwachten. Hoogachtend graaf Griesenstein. Donderdag is vandaag. Om 8 uur bij Willemijn? Oh, dat haal je nooit. Trouwens, je mag vandaag eigenlijk niet op die voet lopen. Maar er staat toch een rijwiel met hulpmotor, zoals men dat pleegt te noemen? Ja, natuurlijk. Ik kan je brengen. Nee, wacht even. Ik heb een beter idee.
Jij gaat toch altijd via de Zevensprong naar het trappenhuis? Dat is dichtbij. Precies, dan ga je daar naartoe. En dan stap je over in de koets. Jongens, kunnen jullie zo gauw mogelijk terugrijden naar tante Willemijn? Ja. En dan wachten jullie daar op Jan Toerenoer en dan vragen jullie of hij via de Zevensprong wil rijden. Om de meester op te halen. Oké, doen we. Goed. Dag. 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 Kom op te gaan. Nou, jullie hebben nog wel even tijd. Trouwens, Frans moet een nieuwe zwachtel hebben. En natuurlijk uw heerlijke kruidenthee. Oh, dat is waar ook. Die ga ik gauw even maken. Wat nou niet thuis? Het is 8 uur precies. Ik zal hem halen. Hij is er niet, Jan. En jij weet heel goed waarom. Daar heb ik toch niks mee te maken. Ik werk voor de graaf. Die zegt haal hem op om 8 uur precies. Nou, je ziet het, meneer is er niet. Wees nou even redelijk. Ja, redelijk, redelijk. Hij is er toch niet. Wacht even, Toer. Huh? Net op tijd. Juffrouw Rosmarijn. Met de boodschap van de meester. Hij krijgt de brief te laat, maar dat geeft niet. Hij wacht bij de Zevensprong op u. Oh ja? Ja, bij de Zevensprong. Oh, dus ik kan maar uit de naad rijden hier naartoe, meneer staat bij de Zevensprong. Ja, maar dat is omdat ja, zal ik eens wat zeggen waarom dat is. Dan komt er de meneer doen wat hij maar wil, omdat meneer een paar kinderen stuurt. Heb ik gelijk of niet? Het is toch te gek om los te lopen. Ik zal er een beetje op meneer gaan staan wachten. Weet je wat ik doe? Ik ga regelrecht over de straat weg naar huis en dan vertel ik aan de graaf dat ze mooie meneer dat hier is. Ja. Ja, ik hoop dat de kinderen ook op tijd bij Jan Toerenloer waren. Ah, vast wel. Die koets zal zo wel komen.